Je bent een tijdje bezig met het inrichten van je MyTourist account en je wil MyTourist actief gaan gebruiken en gaan inzetten. Maar ja, er zijn zoveel mogelijkheden. Welke instellingen zijn nou echt belangrijk? Welke zijn essentieel om MyTourist goed te kunnen gebruiken? In deze video ga ik je uitleggen waar je op moet letten. Een soort van stappenplan om te bepalen of jouw account volledig is ingericht. We gaan dus niet alle instellingen door, maar we gaan gewoon even globaal doornemen uh, welke stap je zeker moet doorlopen, welke je echt niet uh, mag overslaan om te zorgen dat alles uh, goed verloopt. Allereerst raad ik vaak aan om uh, naar instellingen te gaan. Dan heb je namelijk eigenlijk al het gros te pakken. Als je de instellingenpagina's van boven naar beneden doorloopt, dan heb je ja, voor 80% eigenlijk je account al ingericht. Uh, He, dus begin gewoon bij instellingen. We kunnen ze heel even vluchtig doorlopen. Primaire gegevens zijn natuurlijk gewoon je basiscontactgegevens. Uh, uh, vervolgens ga je naar de taalvoorkeur en bepaal je welke talen je wil activeren. Uh, nou, belangrijk natuurlijk dat je kamers uh, aangemaakt zijn. En nou ja, daar, binnen die kamers uh, heb je nog allerlei mogelijkheden om uh, wat teksten en, en onder andere foto's uh, toe te voegen. Je kan er nog bij uh, selecteren welke, welke producten gasten nog eventueel kunnen toevoegen. Uh, prijsprofielen, nou er zijn uitgebreide video's over uh, hoe je dat inricht. Um, nou hier ook, heeft, heeft u ook een voorbeeldje. Per, uh, per kamer kan je prijsprofielen uh, aanmaken. Kun je bepalen hoe jouw aanbod eruit ziet. Um, in, in andere video's wordt ook uitgelegd. Uh, prijsprofielen zijn nooit gebaseerd op seizoenen is dus nooit op uh, hoog-laagseizoen bijvoorbeeld. Dat doe je vanuit de kalender. Daar komen we zo nog heel even op. Maar dit zijn echt de basis ja, Meestal hou je dan gewoon de laagseizoenstarieven aan. En voor hoogseizoen pak je dan een toeslag die we zo meteen via de kalender doen. Ja, dus dit zijn je basisprijzen en basisvoorwaarden. Uh, zoals de minimale verblijfstuur en zo. Nou, gaan we verder? Uh, in- en uitchecken. Ja, heel kort uh, kun je gewoon de, de tijden bepalen waarop mensen kunnen arriveren en vertrekken combinatiekamers zou je als je dat gebruikt kunnen toepassen. Nou ja, wat is verder relevant? Lopen ze gewoon allemaal even van boven naar beneden door, heb je een aantal voorkeursinstellingen. Btw tarieven zijn natuurlijk wel belangrijk als je als je btw afdracht uh, verplicht, uh, verplicht bent om de tarieven aan te maken. Geldt ook voor toeristenbelasting. Uh, ja, gewoon boekrekeningen uh, kan eventueel, uh, is, is geen essentiële stap uh, als als eerst, maar uh, Um, ja, eventueel een overleg met je boekhouder kan je dat uh, toevoegen. Kan altijd naar de hand, dat is niet zo heel belangrijk. Uh, bij huisstijl heb je de mogelijkheid om je, om je logo te uploaden en, je, en, en de kleur te selecteren uit je logo, wellicht om, uh, om alles uh, in mooie eenheid uh, te vormen. Uh, ja, juridische documenten zijn natuurlijk wel belangrijk. Uh, wellicht dat je die al hebt, uh, kan natuurlijk ook, ook naderhand de hand nog, maar ja, is, is juridisch natuurlijk wel belangrijk. E-mailsje belonen. Geef je de mogelijkheid om, uh, om, om een aantal standaard uh, mails uh, te activeren, zoals een reserveringsbevestiging die eventueel nog automatisch uh, naar je gast wordt verstuurd zodra er geboekt is. En dan zijn we eigenlijk al onderaan, de, de onderste is niet zo, uh, zo relevant. Dus uh, de eerste stap, altijd om mijn toest in te richten, uh, loop door de instellingen heen, gewoon van boven naar beneden, uh, zoals we nu vluchtig hebben gedaan. Uh, dan heb je eigenlijk het gros al te pakken. Want het enige wat daarna nog relevant is, is dat we vanuit de kalender zorgen dat alles klopt. Dat wil zeggen, uh, de prijzen moeten kloppen, uh, de beschikbaarheid moet kloppen en eventuele overschrijvingen op basis van periodes. Dus dat kan natuurlijk de prijs zijn voor hoogseizoen. Het kan ook zijn dat je in het hoogseizoen een, uh, een hogere minimale verblijfsduur hebt. Dat kun je allemaal instellen via bulkwijzigingen. Er zijn ook andere video's over die daar weer, weer verder op ingaan. Uh, maar hier kun je op basis van periodes uh, kun je bepaalde aanpassingen doen. Dan kun je zeggen: nou, Ik wil uh, in dit geval uh, voor deze periode wil ik de prijs verhogen. Nou, dat kan, dat kan allemaal hier. Uh, dat is natuurlijk wel relevant. Uh, denk ook eventueel aan sluitingen van je eigen accommodatie. Uh, voor, voor, voor vakanties of onderhoud van kamers, bijvoorbeeld. En uh, handmatige boekingen uh, moeten ook altijd even aangemaakt worden in een kalender. Dat doe je via de, vanuit de kalender bij, bij de button Nieuwe boeking rechtsbovenin. Uh, met automatische boekingen bedoel ik dus echt rechtstreeks ontvangen boekingen die je telefonisch of per mail bijvoorbeeld hebt aangenomen. Uh, of boekingen die afkomstig zijn eventueel uh, vanuit je huidige of oude website. Boekingen afkomstig van uh, externe boekingssites. Booking.com, Expedia, Mikazu, Airbnb, noem ze maar op. Die hoef je niet te importeren, want die worden al geïmporteerd tijdens het leggen van de koppelingen. Nou, even samengevat, als je dus met MyTourist uh, van start gaat, zijn er een paar dingen belangrijk. Uh, de instellingen, loop die gewoon van boven naar beneden door. En vervolgens ga je naar boekingen om hier de hoogseizoenstarieven, mocht je, de, mocht je die gebruiken, in te stellen. En uh, te zorgen dat de beschikbaarheid klopt. Behalve dan de boekingen van externe sites. Nou, heb je dat gedaan, ja, dan, dan ben je eigenlijk klaar om alles te gaan gebruiken. Uh, dan, uh, dan kan je uh, uh, verder eventueel aan de slag met de website als je daar gebruik van wil maken. Je, je kan uh, de, de Booking Engine activeren aan je, uh, door, door te koppelen aan je uh, eigen website als je die wil behouden. Uh, dan heb je deze link nodig. Die vind je dus bij, uh, bij Marketing Booking Engine. Die link kun je aan je webbouwer doorsturen of, uh, of zelf uh, toepassen op je eigen website. Ja, en dan is het uh, is de kwestie van activeren van alle koppelingen. Dus uh, die vind je bij instellingen en dan koppelingen. Vind je een comple compleet overzicht van alle koppelingen die, uh, die mogelijk zijn. En uh, ja, de, als je daarop klikt en die koppeling activeert, worden daar ook alle stappen weer gegeven die je nodig hebt om, om dat te koppelen. Uh, dus nogmaals... Start je met MyTourist. Het, het kan natuurlijk best wel indrukwekkend zijn, omdat er zoveel instellingen en mogelijkheden zijn. Maar het belangrijkste, loop de instellingen door. Ga naar de kalender om daar eventueel op, op basis van periodes alles kloppend te maken: prijzen, eh, beschikbaarheid en dergelijke. Eh, maak handmatige boekingen aan. En eh, ja, vervolgens kun je koppelen met, uh, met alle platforms. En, en natuurlijk met je website. En dan, dan ben je helemaal up en running.